Dat dan weer wel. Ja, en toch dreigt er nu 15 jaar na dato een nieuwe financiële crisis aan te komen. Grote paniek deze week in de financiële wereld. The abrupt closures of three banks in a matter of days that are now raising concerns about the US banking system. De belangrijkste bank die omvalt is de Silicon Valley Bank. De gestegen rente brengt de bank in grote problemen. Als de klanten van de bank daar lucht van krijgen, eisen ze massaal hun spaartegoed op. Maar ook dichter bij huis gaat het mis. De Zwitserse centrale bank moet het noodlijdende Credit Suisse redden met een kapitaalinjectie van ruim 50 miljard euro. I think there is growing concern about just how robust the bank is. Het doet allemaal denken aan de financiële crisis in 2008. Toen moesten grote Nederlandse banken als ING en ABN AMRO met miljarden aan overheidsgeld overeind gehouden worden. Het zijn niet alleen maar de banken die onderuit gaan. Nee, ook de gewone Nederlanders merken dat de crisis dichterbij komt. Je weet soms niet of je over een jaar nog een baan hebt. Staat ons financiële systeem op instorten? Belangrijk, hoor, dat we dit behandelen. Zeker. Ik denk voor iedereen, want voor heel veel mensen... Ja, techniek, moeilijk, het zal wel goed zitten bij die banken. Maar het gaat ons allemaal aan. Als het valt, dan zijn we allemaal aan het bibberen. Ja. Ja. Arno, jij bent financieel journalist. In een week tijd zijn er in Amerika drie banken omgevallen. Wat is er aan de hand? Met die Amerikaanse banken, wat zij fout hebben gedaan... is dat ze hebben gegokt op de verkeerde rente eigenlijk. Het is ontzettend sneu. Ik vergelijk ons financiële systeem met een bankier... Ik zat net aan een bar, dus ik gebruik die analogie maar. Een bankier die de hele avond zit, die zich klem te zuipen. Iedereen die kijkt ernaar en die weet van dit gaat fout. Hoe precies, dat weten we niet. Als hij op de fiets stapt, gaat hij tegen de linkerstoep of de rechterstoep. Maar fout hier gaat het. Nog, misschien nog een knokpartij, maar je ziet dat het zo vol zit met alcohol... dat het een keer fout moet gaan. Je had veel eerder moeten ingrijpen. En bij het financiële systeem is er idiote overkreditering. Dus eurocrisis, zeggen nou Italië, je moet de boel saneren. Nou, dan verdubbelen ze de schuld. Kijk naar wat er tijdens de pandemie met de hypotheken is gebeurd in Nederland. Huizenprijzen 20% omhoog tijdens een recessie. Dat is een centrale bank die alleen maar geld bijdrukt. Er is geen politieke wil en lef om je systeem echt te saneren. Ja. Dus dan doe je meer doormodderen, meer van hetzelfde. Nog een biertje erbij, nog een biertje erbij. En dan krijg je op een gegeven moment de situatie... dat zelfs overheidsobligaties gevaarlijk worden. Ja. Dus ik zit naar je te luisteren. Het is dus heel belangrijk... Onze kijker zit hier ook te luisteren. Als we dit eventjes naar wat dichterbij kunnen trekken. Wat gebeurt er dan? Waarom is het zo belangrijk? Nou, laten we naar die Amerikaanse banken. Ze hebben iets gedaan. Europese banken zouden dat ook kunnen doen. Je hebt letterlijk een stuk staatsobligatie, zo heet dat. Ja, dat is een stuk papier. Dat is hoe dat werkt. En tijdens die pandemie is heel veel geld bijgedrukt. En de Amerikaanse overheid die mag geld lenen tegen 0,6%. Die Silicon Valley Bank... Die heeft allemaal techbedrijven als klant die dan meer winst maken, zoals Netflix. Iedereen neemt een abonnement. Netflix weet niet wat ze met het geld moeten. Dumpt dat bij die Silicon Valley Bank. En die Silicon Valley Bank die weet niet wat ze moeten doen. Gebrek aan creativiteit, die kopen allemaal overheidspapier van Amerika. Alleen, ja, dan komt er inflatie. Dan zegt de Amerikaanse centrale bank, we gooien de rente een beetje omhoog. Alleen, dan heeft die Silicon Valley Bank, die heeft allemaal rente met 0,6%. Terwijl het nu 3 of 4% is. Dus hun oude staatsobligaties, dat is het veiligste wat je kunt bedenken... waar je in kunt beleggen, die zakken dan in waarde. Kijk naar wat er met de huizenprijzen gebeurt in Nederland. Hetzelfde, rente gaat omhoog, waardes gaan omlaag en nu gaan zij kapot. Ja. Dat kan dus op een heel veilig... Ja, en heel snel ook wel. En heel snel. En dat gebeurt dus in zo'n eindspel. Dus op één dag, hè? De 43 miljard, geloof ik, opgenomen. 43 miljard dollar op één dag. En dat is eigenlijk, als wij maandagochtend gaan pinnen met z'n allen... Ja. Dan is het bankwezen weg. Hoeveel eigenlijk procent hebben we het dan over? Ik geloof dat als een procent of 10, Arno, gemiddeld zeg maar, opgevraagd wordt... dan zijn alle banken weg. Nou, dat valt mee. Want wat er nu in Amerika gebeurt, en dat gebeurt ook in Europa al... is dat die centrale banken die gaan gewoon door met dat verruimen wat ze deden. Quantitative easing. Ja, mensen vinden dat heel ingewikkeld. We kunnen dat... Kunnen dat als je wil? Ja, heel graag. In een minuut. In een minuut. Oké, jij bent de Johnny Bank. Ja. Najib Amali zegt altijd dat jouw familie ontzettend goed is in het verzinnen van namen. en formats. Ja, dus jij hebt op een gegeven moment een Russische spaarder bij jou. En die zegt, Igor, en die zegt, Johnny Bank, hier is een miljoen euro spaargeld. Ga dat voor mij beleggen. En jij koopt een leuke badeend. En een, mooi hoor. Ja, dit heb je allemaal. Op een gegeven moment komt die Rus terug en die zegt, ik wil mijn spaargeld. Nou, dan moet je dit eens verkopen. Nou, nu hebben we iets moois en dat heet centrale bankinterventie. En wat de centrale bank doet als ze de economie willen stimuleren... is dat zij echt geld gebruiken van ons allemaal om dat aan die bank te geven.
Dus je mag, als je de economie wil stimuleren, als Christine Lagarde, president van de Centrale Bank in Europa. Ik mag niet gewoon briefjes uitdelen aan het publiek. Dat ga ik dus ook niet doen. Duizend euro, toch? Is duizend, bijvoorbeeld. Nou, kijk, we kunnen zeggen, weet je wat... Is je eigen portemonnee? Ja. laten we zeggen, weet je wat, ik ga jou helpen. Beste bank, ik ga iets van jou kopen. Dus als een centrale bank verruimt, dat heet een asset swap. Dus ik beloof nu als centrale bank bijvoorbeeld 100 euro in de economie te stoppen. Juist. Nou, dat is een bedrijf dat ging in 1927 al failliet. Mag ik dat stuk papier hebben? Ja. Voor 100 piek. Zeker. Nou, dan zeg jij, hoppa, dat doe je wel. Nou, dan gaan we nu naar het nieuws kijken. Ik zie nog steeds financial crisis op dat. Er is nog steeds paniek in de financiële markten. Ja, 30 seconden, Arno. Dan moet ik doorgaan. Dan zeggen we, nou, mag ik dat bad eentje hebben? Nog een keer 50 piek. Ja. Ja, prima. Nou, op een gegeven moment zit ik vol met jouw rotzooi. Lavendelzakje, niet te hard te snuiven, zeg ik altijd. Dan gaan we door. Dus op een gegeven moment zit jij vol met geld. Ja. En nou heb ik al die rommel. Tenminste, rommel. Ik heb een emotionele waarde bij het bad eentje. Dus een vrouw die dit nu kijkt, die zegt, neemt u dat bad eentje mee? Maar ja, kijk, als ik als centrale bank, hè, want ik mag opkopen en ik mag rentestanden veranderen. Ja. Als ik nu besluit om de rente omhoog te gooien, want ik wil afremmen, ik wil de economie afremmen, want hè, iedereen voelt de inflatie, dan gaan alle beleggingswaardes, denk ook aan huizen, aan bad eentjes, alles zakt in waarde. Dus degene die het onderzicht heeft op het moment dat de rente stijgt, die heeft de pijn. Wie is dat? Wie is de centrale bank? Ja, dat ben ik zelf. Ja. Dus als ik nu de rente zou verhogen, dan schiet ik mezelf in mijn voet. Maar dit voelt allemaal... gaat al 15 jaar. De vraag is, wanneer klapt het echt? Want we zijn met z'n allen... Ja, of hebben we iets geleerd van de vorige bankcrisis? Niet... Nou, wat er nu gebeurt, en wat je ziet gebeuren, is dat die centrale bank, die durft de rente niet te verhogen. Ja. Kijk wat er nu al gebeurt met een klein beetje renteverhoging. Terwijl de inflatie is nog steeds veel hoger dan de rente. Hè? Dus als jij een spaarrekening hebt met 10.000 piek... je hebt 10% inflatie, dan ga je er gewoon 10% op achteruit. Ja. Of op je salaris. Ja. Eigenlijk moet die rente een stuk harder omhoog. Maar kijk eens wat een ellende en wat een paniek je nu al hebt bij zo'n klein beetje rente. Ja, maar ze zeggen wel, die Amerikaanse banken zijn wankeler dan de Nederlandse, dan de Europese bank. Maar het probleem in Europa is dus niet zozeer ING. Dus als jij bijvoorbeeld ING of de Johnny Bank bent, ja. En als mensen zich afvragen van, moet ik nu ING gaan leegpinnen? ING wil dat graag, want die bulkt van het geld. Ja. Nou ja. ING gaat niet op korte termijn kapot. En die hebben ook ander risicomanagement. Die zitten niet in die val. Moeten over ING en ABN AMRO en de Rabo, die drie grote banken, wel iets anders zeggen. Ze mogen wel eens wat meer rente betalen. Want ze krijgen hoeveel bij de centrale bank? 2,5%? 2,75%? Ja, dan betaal je een half procent. Wat krijg jij? 0,5. Ja. Kijk, de winsten van de banken zijn nog nooit zo groot geweest als vorig jaar in Nederland. Ze hebben heel veel geld verdiend. Mm-hmm. Omdat wij allemaal te weinig rente krijgen. Ja. Jongens, het is goed dat we dit behandelen. We gaan nu iets diep op de materie in. Dus ik ga het hier even bij laten. Ja. Dank voor je goede uitleg. Het bad eentje wil ik wel terugstellen. Nee, die heeft emotionele waarde. Heel iets anders vandaag in de Telegraaf. Nieuws uit Engeland. Ik wil wel mijn geld terug. Ja, zeker. Dit is echt... De nieuwe woke...